Gadverdamme. Komt, het zou echt stom zijn als het een rozenstruik was, mensen. Echt dik voor elkaar. Abrikozen en een bougainville. Dat van die abrikozen weet ik zeker. Maar of dit nou een bougainvilla is, een bougainville, dat moeten jullie zelf maar even zeggen. Maar leuk dat je kijkt vandaag weer. En jullie hebben wat van mij te goed. Want ik laat jullie de camping zien. En die camping heet Bougainville. Vandaar dat ik erop kom. Het zou echt stom zijn als het een rozenstruik was, mensen. Maar goed, ik zie het verschil toch niet. Camping Bougainville. En hier zijn we dan. Het is een, ik word al gelijk welkom geheten door het vee. Dit is de camping. Bougainvilla zelfs. Kleine camping, kleinere camping. Hier hebben we de receptie. En daar meld je je dus aan. En als je aangemeld bent, mag je eerst even een plekje gaan uitzoeken. En dat heb ik ook gedaan. En dat is mijn plekje. En daar staat mijn nieuwe vriend helemaal achterin. een labrador. Grappig, hè? Maar goed, hier sta ik met mijn, hoe heet het? Met mijn Rijkspaleis. En ik laat jullie de camping even zien. Dat is wel grappig, het is natuurlijk geen hoogseizoen. Dus de stationalis, de vaste bewoners, die zo'n camping vaak zo lelijk maken. Met al die velden en of, hoe heet het? Ja, schermen, aanbouwen, plastic. Maar goed, die zijn er nu niet. Ik zal je even laten zien hoe dat er dan uitziet. Hè? Hier maar kijken. Dat die mensen er een bende van kunnen maken. Maar goed, als jij hier in het hoogseizoen bent, dan ben je maar wat blij met al die schermpjes natuurlijk. Alleen ziet het er niet uit. Maar goed, het is geen hoogseizoen. Tenminste, niet voor de Spanjaarden. Maar wel voor de pensionado's, want het is hier natuurlijk overwinter paradise. En dat zie je ook wel aan het volk wat hier staat. Kijk. En nog best een aardige bezetting, hoor. De camping loopt dus wat omhoog. Terrassen kan je het niet echt noemen. Het is echt een beetje heuvelachtig. Achteraan hebben we de staakervers die worden verhuurd. En hier hebben we de veldjes waar je dus een plekje kan zoeken. En ik heb natuurlijk al een rondje gemaakt. En dit is één van de drie sanitair gebouwen. En die gaan we eens even bekijken. Want camping ziet er zomaar zo uit, maar het sanitair is echt geweldig. Splintertje nieuw. Douches. Wastafel. En toilet. Dat toilet geloof je wel, maar die douches die zijn ook meer dan prima. Even kijken hoor. En groot. Ruime douches. En zo hebben ze dus drie gebouwen. En daar stond ik wel van te kijken. Want ik denk, nou, op zo'n camping is één à twee gebouwtjes ook wel gek zat. Maar nee hoor, kijk. En daar, een beetje achteraan, daar moet ik ook nog heen. Even zwaaien naar mijn schaduw. Kijk, dat is de camperverzorgingsplek. En daar ga ik heen als ik vertrek. Want als ik vertrek vanaf een camping, wil ik graag dat alles dik voor elkaar is qua vloeistofniveautjes. Dus drinkwater vullen, vuilwater lossen. Toiletcassetten natuurlijk helemaal splintertje nieuw maken. Nou, en hier hebben we de veldjes, jongens. Nou, nogmaals, je staat dus op grind. En je hebt wel een beetje pootjes en levelblokjes nodig om echt recht te komen. En dat heb ik net nog even gevraagd. Het is maar op 5 kilometer vanaf Marbella. En helaas, met de fiets is dat niet te doen. Want dan, daar is alleen maar een hele drukke weg voor, zei de baas. En dat klopt, want ik ben met de motor ook nog weg geweest. En hoe ik ook cirkelde, alleen maar via die grote weg uiteindelijk. Dus niet te doen. Maar er is hier 2 minuten vandaan een busstop. En die brengt je in een kwartiertje naar Marbella. Het is 5 kilometer, maar overal stopt die. In een kwartiertje sta je in het centrum. Ja, ik vind dat prima te doen. Nou, de gebruikelijke straatjes natuurlijk. Hier ook eentje weer.
Hier beginnen weer de douwerpletsen, de seizoensplekken. En als we dan wat verder naar beneden lopen, zien we dat ook weer. Maar goed. Kijk, hier nog een paar toeristische plekken. En daar beginnen dan weer de seizoensplaatsen die dik bezet zijn door de Spanjaarden. Toen ik hier kwam, was de mevrouw van de receptie die zei, nou, 8,5 meter. Ik zei, nou, hij is 7,5, maar de motor steekt een beetje uit. Ja, zegt ze, de 8,5 meter, dus die was ook niet gek. Dat wordt nog krappies, zulke grote plekken hebben we niet. Nou, dat is echt onzin. Hier kan ik staan, daar kan ik staan. Hier niet, want je ziet daar die boom. Met wat passen en meten had ik hier ook nog wel kunnen staan. Maar plekken zat, joh, voor 8,5 meter. Hier staat er zelfs heen met een aanhanger aangekoppeld. Hier had ik hem achteruit prima kunnen parkeren. En dus dat. Nou, anyway, daar is hij weer. Dit is mijn eigen sanitair gebouwtje. Dat is meteen de oudste van de drie. Ik heb je er één laten zien, naar achterin. Daar verderop stond er nog eentje. En dit is de oudste van die drie. Dus toen ik aankwam, dacht ik van nou, wat moet je ook? Ik laat hem ook maar gelijk even zien. Kijk, hier nog even de afwas plaatsen. Voor kleding in de vaat. En dat hebben we daar ook nog volgens mij. Maar we gaan eerst even het sanitair bekijken voor de caballeros. De mannen. Kijk dan. Dat verwacht je toch niet? Ik vind het echt meer dan keurig. En hier had wel een lampje kunnen branden. Nou, dat doet het wel. Maar heel matig. Maar moet je even kijken, jongens. Invalide douche. Toilet, wastafel, alles op hoogte. Hier hebben we ook nog douches. Oh nee, dit zijn de toiletten, sorry. En hier dan andere douches. Maar moet je kijken, man. Wat een... Hier. Moet je kijken wat een ruimte. Nou, daar ook. Echte dik voor elkaar. Nou, we zijn nog niet klaar hoor, want die camping heeft ook nog volop plekken voor tenten. Dat zie je hier allemaal. En dan zou je zeggen dat dat douchegebouwtje 4 is. Maar die is nog under construction, daar zijn ze nog mee bezig. Maar ik sta er echt van te kijken hoor, zoveel sanitairgebouwen op zo'n relatief kleine camping. En keurig, netjes, hartstikke nieuw. En nou dat. Dus, kijk, en daar ligt mijn vriend. Ja, hey, daar ben je weer. Ja, kijk, onze labra. Ja, ik ook van jou, schat. Ja, leuk hè. Kijk eens, mijn nieuwe vriendje. Ja, ja, ik ook van jou, jochie. Ja. Nou, hier sta ik dus met mijn reispaleis, jongens. Sanitair om de hoek. Ik sta lekker aan de stroom. Ik heb een probleempje met mijn zonnepaneel. Dus ik heb Sjoerd al gebeld, Sjoerd Kuipers van Kampeertechniek Zuid-Holland. Maar ik moet eerst een multimeter gaan kopen van hem, anders, hij zegt, ja, anders weten we het toch niet, hè? Je kan moeilijk die draad in je mond steken. Kan ik wel, hoor. Maar goed, steek ik daar niet zoveel van op. Dan hebben we hier ook nog een restaurantje, daar ga ik zo een biertje doen. En hier een zwembad en een tweede zwembad. Dit zwembad zijn ze nu aan het onderhouden voor het hoogseizoen. Kijk maar. Kijk. Dat is zo te zien, is dat allemaal opnieuw betegeld. Zie je dat? Zijn ze dan het nieuwe voegen? Ziet er keurig uit hoor. En hebben we daarachter hebben we nog een tweede zwembad. Nou, daar nog een speeltuintje, jongens. Ja, in het hoogseizoen staat het hier natuurlijk vol met lichtbedjes, hè. En dan zie je zelf al liggen daar. Ik dus wel. Hola! Nou, kijk jongens. Het zwembad. Ik ben het hek even kwijt. Oh, daar denk ik. Ja. Maar prima kinderbadje, hè?
Kijk, en dan kan ik gelijk even laten zien wat die grote weg is, want die zie je daar. En die loopt dus langs de camping. Nou, dat is echt levensgevaarlijk fietsen, maar ik denk dan... Kijk, ik zie daar ook nog een loopbrug, zie je dat? Loopbrug omhoog, loopbrug naar beneden. Dus ja, hoezo kan je niet op de fiets naar Malaga? Maar dat is dan Hollandse eigenwijzigheid, jongens. Ik denk dat dat namelijk moeiteloos kan. Ik ga het alleen niet proberen, want ik heb morgen alweer wat anders op de planning staan. En zoals jullie weten, gisteren heb ik jullie Marbella laten zien. Of de vorige vlog. Hè? Want ik weet niet precies wanneer Jos op de knop drukt om dit uit te zenden. Dus dat. Ik ga nog even kijken naar een biertje. En dat doe ik daar in het restaurant. Het is trouwens best druk. Nou, het valt nog niet mee om aan een biertje te komen, maar ik hou vol. Weet dat het goed komt? Nou, gelukt hoor mensen. De bediening was uiteindelijk even vissen, denk ik. Maar ik heb er een gevonden. Dus ik zeg vanaf camping La Bougainvillea, zeg ik, ja, proost. Geef deze nog even een duimpje. En druk nog even op dat kanaal van mij om te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En nou... Als je op dat belletje drukt, dan mis je ook het volgende biertje niet samen met mij. Dus tot morgen.